Dat komt dus een beetje door die setting van die drukte van die bijeenkomst. Waardoor er dus allemaal interviews door elkaar liepen. En ook informele gesprekken en spingesprekken plaatsvonden. We gaan naar het Remkes-rapport dat gistermiddag is gepresenteerd. De presentatie was een heus mediacircus. En iedereen lijkt net weer wat andere conclusies uit het rapport te halen. Laurens, zoals gezegd, om 9:30... jij was er gisteren bij in dat zaaltje tijdens die presentatie. En naast journalisten zaten er ook opvallend veel politici in de zaal. Waarom eigenlijk? Kijk, er was wat discussie over van het gaat eerder naar de pers dan naar de Tweede Kamer. Hè. Om 12:00 werden daar de embargo-stukken uitgedeeld voor ons. Hè, dat we ons konden inlezen en dat we de juiste vragen konden stellen. En de aantal politici waren wat geïrriteerd over dat de pers het dus eerder kreeg. Ja, die hadden toen gewoon bedacht van weet je wat, we gaan daar ook gewoon heen. Hè, want daar ligt het rapport op stapeltjes klaar. En dan kunnen we het daar gewoon pakken en lezen. En dan zijn we tenminste meteen erbij. En wat wel een beetje een gekke situatie werd... want het werd daar wel een beetje een soort Poolse landdag... want je had dus allemaal politici en allemaal journalisten in die zaal... en dat gaat dan allemaal met elkaar praten... en dan gaat het ook wel eens mis. Dat is dus gebeurd met Jesse Klaver... Dat hebben we misschien nog. Heb je dat gezien op Twitter? Nee. Dat, hoe dat dan gaat, weet je, je hebt een interview met iemand. En na een interview voor de. Jij weet er ook alles van, Emile. Hè, na de, ja. Je zit eerst weer informeel aan het praten en dan gaat de microfoon uit. En dan babbel je vaak nog een beetje door, wat informeler. Dan wordt het net allemaal even wat scherper gezegd. Hè, dat is dan het spinnen wat dan plaatsvindt. En wat Klaver dus overkwam, was dat de microfoon nog open stond. Toen hij dus informeel met de journalist verder ging praten. De audio van de livestream van het AD, die liep door. En je kon dus horen wat hij daarna zei. Wij hebben dit. Zullen we even luisteren? Ja. Het beleid van de land. Prima, maar de weken moet nog wat versnellen. Nou, als jullie dit dan ook prima vinden... Oké, strikker omheen zou ik nu zeggen als kabinet. Niet tot 14 oktober wachten. Nu iedereen enthousiast is, zou ik... de extra minister aan doen. Morgen advies aftikken en gaan. Ja, hij zegt dus eigenlijk van, iedereen is enthousiast. Dus het kabinet moet even gas geven en gewoon snel besluit nemen. Nu dat iedereen enthousiast is voordat de boeren weer zich mobiliseren. Zeker omheen gaan. Ja, precies. Nou, en ik heb hem net even gesproken en hij zei van... hij heeft inhoudelijk eigenlijk niet zo heel veel anders gezegd... dan dat hij in dat formele interview zei. Alleen de toon is een beetje anders. Hij zegt het wat informeel en wat scherper. Hij vindt het wel vervelend dat dit nu zo is... Maar heeft hij nou op het einde, want we hebben niet het hele stuk nu laten horen... heeft hij er ook gezegd, voordat de boeren erachter komen... dat ze genaaid worden of zoiets dergelijks? Dat parafraseer ik even. Nou ja, dat is in ieder geval het frame waarin het nu dus op Twitter rondgaat. En het gaat dus vooral rond in een frame van... zie je wel, hier is dus een complot gaande. Zo werkt het echt in Den Haag. Hè? En dat is voor Klaver heel erg vervelend, want dit tweetje gaat nu rond in dus allemaal extreemrechtse groepen... en is weer een bewijs voor de deep state zoals die dan functioneert. Terwijl, Emile Roemer weet het ook, het is de sfeer van een formeel gesprek en een informeel gesprek... waarin politici altijd even wat scherper zijn. Maar dat snappen dus mensen niet? Nee, dat kennelijk. Ja, althans, en daar moet je wellicht ook rekening mee houden als politicus. Ja, of het komt ze goed uit en ze gebruiken het nu. Hè? Dat is natuurlijk ook wel wat je ziet. Nou ja, hij zal dus nu wel beter opletten dat er niemand een dingetje heeft meedraaien... als je informeel met journalisten praat. Maar het komt dus een beetje door die setting van die drukte van die bijeenkomst... waardoor er dus allemaal interviews door elkaar liepen... en ook informele gesprekken en spingesprekken plaatsvonden. Ja, maar het helpt niet, denk ik. Nou, denken dat informele gesprekken dat niet zo op straat komen te liggen... dat is natuurlijk zo naïef als het maar zijn kan. Als je dat niet doorhebt, je moet gewoon ook... gewoon open, eerlijk en transparant zijn... of de microfoon open staat of niet open staat. Zeg wat je vindt en ga daarna niet iets anders roepen. Ja, nou, dat was dat. Dat gebeurde er dus ook. Wat er ook gebeurde, wat je zag... is dat iedereen er wel wat uit kon halen... wat goed paste bij zijn of haar verhaal. Bij Jinek zag je dat ook gebeuren bijvoorbeeld. Daar zaten Jesse Klaver en Caroline van der Plas. Daar zat ook Marcel van Roosmalen aan tafel... En die vroeg zich af, heeft zo'n rapport dan nog wel zin? Dat zei Johan Remkes ook. We moeten nou een keer politici hebben die boeren niet alleen maar naar de mond praten... maar ook hun rug recht houden en zeggen wat er wel en wat er niet kan. Maar je moet wel bij de juiste feiten blijven. Want jij zegt hier nu, dat bij de rechter dat het bewezen is dat die innovaties niet werken. Dat is helemaal niet waar. Dat heeft de rechter gewoon helemaal niet gezegd. Als dat mag... niks aan dat rapport, hè? Daar ben ik niks aan. Het is helemaal voor niks geschreven. Nou ja, jullie begrijpen het alle twee niet. Ongelooflijk. Ze begrijpen het wel heel anders allebei. Ja, ik ook. Weg. Ik had ook de indruk vandaag... Het gaat gewoon door. Oh ja, Sandrine. Ja. Hij slaat het even plat, ja, op zijn manier. Ja, weet je, ik denk dat het wel zo dat hij misschien wel een punt heeft. Je kan natuurlijk altijd shoppen in zo'n rapport, maar er blijft gewoon een snoeiharde boodschap over als je het gaat afbellen. Remkes die gewoon zegt, het eerste jaar moeten er 500 tot 600 piekbelasters moeten weg. Ja. Hè? Dus, en er moeten veranderingen komen en dat kan ook niet anders. Er ligt gewoon een rechtelijke uitspraak. Hè? Dus ook Den Haag zal iets moeten. Ja, maar meneer Roemer, heeft iedereen dat ook zo begrepen dat daar een keiharde boodschap ligt? Dat is dus de vraag. Heeft het rapport niet te veel opengelaten? Ja, maar het rapport kan niet anders dan dat er ook heel veel vragen zijn. Anders krijg je een rapport van 2000 pagina's dik. En dat is gewoon helemaal niet te behappen. Wat hij vooral heel goed gedaan heeft, is iedereen aan tafel zetten, aan tafel krijgen, 25 aanbevelingen geven en de urgentie aangeven. En dan is het nu aan kabinet en politiek om vervolgens te zeggen van nou, die urgentie pakken we op en dit gaan we doen. Ja, dat was ook de boodschap die hij gaf ook aan het kabinet, nu doen. Hij had niet alleen aan het kabinet een boodschap. Hij stipte ook nog een ander punt aan gisteren. Iets wat hij tijdens de presentatie deed, maar ook aan tafel bij Nieuwsuur even verder toelichten. Als ik zo af en toe naar praatprogramma's zit te kijken, dan denk ik heel vaak, zouden mensen in mijn oude geboorteplaats, of zouden mensen in Friesland of in de Achterhoek, hoe zouden die nou naar dit thema kijken? En worden de gevoelens op het platteland, worden die wel voldoende in beeld gebracht door de media? Ja, Sandrine, deze discussie is niet nieuw. Maar ben je blij dat Remkes het opnieuw heeft aangestipt? Ja, nou, ik woon in de Achterhoek en ik kom uit Drenthe. Dus ik ben een plattelandsmeisje, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik denk dat ik heel goed weet wat de sentimenten en de gevoelens zijn, ook op het platteland. Ik denk dat het zo is en dat daar echt wel een cultuurverschil in is. En weet je, wat we niet moeten vergeten is dat er wordt echt snoeihard gewerkt op het platteland. En mensen wonen daar al generaties lang. Het is een way of life. Mensen hebben hun hart eraan verknocht, steken alles, hun liefde, passie en energie in hun bedrijf. En opeens is daar Den Haag, of opeens, dat is misschien dan wat te kort door de bocht, die zegt van, jij past hier niet meer, of jij hoort hier niet meer. Dus dat doet echt ongelooflijk veel met mensen. En als je dan al het gevoel hebt, ik zit in het verdomhoekje, het platteland of de regio krijgt veel minder geld voor kunst en cultuur, de laatste pinautomaat gaat weg, hè, Remkes noemde het gisteren, de school verdwijnt uit het dorp, de bus die komt niet meer, dan voelt dat wel, ik denk, driedubbel in het kwadraat telt dat bij elkaar op. Ja, Laurens, jij hebt vorig jaar bij een van die praatprogramma's gewerkt. De vooravond was dat. Ja, herken jij Remkes zijn punt? Ja en nee. Ik vind wel, kijk, talkshows die werken heel erg op basis van schema's. Hè? Dus je hebt de bekende Nederlander uit de Randstad die op een bepaalde manier praat en de boer die dan op een bepaalde manier praat. En wat mij wel stoort is dat mijn beeld is eigenlijk dat alsof Farmers Defence Force 90% steun heeft onder de boeren. En ik denk dat wij als journalistiek er niet goed in slagen om die gelaagdheid aan te brengen in wat er nou eigenlijk gaande is onder boeren. En dat waarschijnlijk genuanceerder ligt. Ja. Ik heb nooit eigenlijk een boer goed zien uitleggen van dat hij ook voor natuurbeleid is. Los van dat het dan weer zo'n typetje is van een biologische boer tegen de grote vee-industrie. Dus dat is denk ik een probleem. En het dieperliggende probleem vind ik dat we te weinig doen aan journalistiek op televisie. Ik bedoel, praatprogramma's zijn eigenlijk geen journalistiek. Dat is toch meer amusement dan een journalistiek programma. En ja, ik mis gewoon heel erg journalistieke programma's die dan reportages maken en dan het verhaal maken over wat er gaande is. Ja, dit gaat natuurlijk ook veel breder dan alleen de gesprekken over boeren. Zijn de praatprogramma's in zijn geheel te randstedelijk, denkt u, meneer Roemer? Ja. Nou, gelukkig zijn wij er dan nog als regionale omroep, wou ik dan maar even zeggen. Nee, maar jullie zitten bij mij op 504 of zo, geloof ik, op mijn tv. Dus even, je moet even lopen, maar zeg maar. Ik denk dat het wel zo is. En als je al mensen uit de uithoeken van het land op televisie krijgt, dan wordt het in één keer vaak ondertiteld, alsof mensen het in één keer niet meer verstaan. Pak al dat soort voorbeelden. Ik bedoel, een keer erover praten is wat anders dan de beleving van het platteland en van de dorpen en wat daar leeft. En het verenigingsleven, kunst en cultuur wordt inderdaad 90% van de subsidies gaat naar de Randstad en moest kijken wat de regio's aan fantastische, hoogwaardige kunst en cultuur leveren. Ja, maar hoe kunnen media dit nou beter doen? Want het is natuurlijk ook makkelijk dat alle studio's bij elkaar zitten natuurlijk. Dat heeft ook een reden, dat is efficiënt. Nou, die zitten dan toevallig allemaal hier niet door Calimero, dus door hierover te praten, zoals jij nu ook doet. En door inderdaad nog meer vertellen wat we te bieden hebben. Mensen ook uit te nodigen. Kom het nou eens verslaan en kom er nou eens naar kijken. Draai nou eens een beetje mee. Maar ook omroepen. Ik zie prachtige omroepen die Huub Stapel nu gemaakt heeft. Mm-hmm, ja. dat gaat bij Omroep Max. Ja. Gaat weg. Ja. Een fantastisch programma wat echt de sfeer van de regio aangeeft. Ja. En die was van de zender gehaald. Denk, met ik geloof meer dan 1 miljoen of 2 miljoen kijkers. Ja. Dat dus. Ja, maar talkshows, want ik denk ik focus me daar gewoon even op. Praatprogramma's. Die moeten er ook zijn. Hoe kunnen zij dat nou beter doen? Dan moeten zij meer mensen uitnodigen. Meer de regionale voelsprieten uitzetten. Ja, en anders gewoon kijken op vrijdagmiddag. Hè. 17:15, de Week van Gelderland. Bij Omroep Gelderland zitten de mensen gewoon aan tafel. En dat keer 12. 1 vinger, hele hand. Dus Sandrine, zo is het. En dat wel keer 12. Moet eens kijken wat voor prachtige uitzendingen die regionale omroepen maken en de regionale kranten schrijven. Ja, Sandrine, is er een beweging gaande waarop jullie zeggen wij moeten ergens anders in die indeling op de tv staan? Want ik zei net, jullie zitten bij mij op 504. Maar dat betekent dus ook, ik moet er echt actief aan denken. Ik ga even naar de regio, zeg maar, ook op mijn tv. Ja, weet je, dit is een discussie die al jaren volgt. En gelukkig werken we nu heel veel samen met Max, met andere publieke omroepen, met de NOS, waardoor we veel meer zichtbaar zijn. Ja. Dit is een lobby die we niet kunnen winnen. Daar gaan allerlei kabelaars, allerlei mensen over waar we helemaal geen invloed op hebben. Ik heb het opgegeven, maar ik zou zeggen, zoek hem op. En we zitten ook heel erg online, hè. Dus die televisie is voor ons niet eens meer per se het belangrijkste kanaal. Ja, je kunt op meerdere manieren jullie vinden. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.